Seine Wassenaar en we spreken vandaag met wethouder Caroline Klaver. Caroline Klaver is wethouder van Economische Ontwikkeling, Verkeer en Vervoer. Caroline Klaver, je bent de wethouder van Economie, Verkeer en... Wegen. En wegen. Hoe gaat het met jouw portefeuille op dit moment? Nou, ik zit in de aanpakfase. We hebben in het begin van de coalitieperiode moesten we natuurlijk de plannen maken. En moesten we het budget ook regelen. En nu moeten we uitvoeren. Dat gaan we echt doen dit jaar. Dus als eerste is het centrum. Daar zijn we al mee begonnen. De eerste bomen zijn al verplaatst. Want de bomen die er stonden, die gaan nu een nieuw plekje krijgen. Ergens in de bossen en de parken in Wassenaar. En de steentjes die worden binnenkort ook gelicht. Dus we gaan aan de slag. En dan is het strand aan de beurt. Het strand krijgt ook een opknapbeurt en daar gaan we eigenlijk maandag al mee beginnen. Vinden we ook geweldig, want vooral de oprit of de toegang tot het strand, die kan wel een opfrisbeurt gebruiken. We gaan ook steeds meer op de fiets naar het strand, dus we hebben meer fietsparkeerplekken nodig. De vuilnisbakken, ja, die konden ook wel een ander kleurtje gebruiken, dus die worden ook aangepakt. En we gaan ook een mooi uitzichtpunt creëren waar je eventjes kan rusten en ademhalen, je zand uit de schoenen halen. En mooi over het strand en de duinen kijken. Je had het al terecht over dat we meer op de fiets gaan, gelukkig. Want een deel ligt ook bij de burgers zelf natuurlijk. Hoe staat het met het verkeer? Zijn er veel opstoppingen? Nou, op het moment nog niet, hè. Ik denk echt dat we nog een beetje in de coronafase zitten. Niet iedereen die gaat nog naar kantoor. We zien echt dat er minder verkeer vanuit het noorden komt, vanuit de Bollenstreek. En je ziet eigenlijk ook dat er veel ouders wel al met hun bakfiets naar de school gaan. Om de kinderen weg te brengen. Alleen maar er zijn nog wel een paar andere scholen waar het er wel ietsje beter kan. Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen op het gebied van de verkeersproblematiek? We hebben het afgelopen jaar een verkeersonderzoek gedaan en er zijn mooie inzichten naar voren gekomen. En een van de dingen is ook dat we zelf ook schuldig zijn aan het verkeer hier in Wassenaar. Wij stappen heel vaak in de auto, terwijl we dus eigenlijk veel meer op de fiets moeten gaan stappen. En als wij met z'n allen 5% minder in de auto gaan stappen, dan wordt het hier een stuk rustiger in het dorp. En dan worden we ook gezonder. En dan worden we zeker gezonder. En voor de kinderen is het ook veel beter, want we willen ook echt dat de kinderen op de fiets naar school gaan. Vanuit Katwijk hebben we nog wel sluipverkeer en zo ook bij de Jagerslaan. Sommige mensen denken, er zijn toch maar weinig huizen bij de Jagerslaan. Waarom zou je daar nou wat gaan doen? De Jagerslaan is eigenlijk een van de routes, de sluiproutes van het ongewenste verkeer van buiten Wassenaar. Komt ook verkeer van buiten die een bestemming heeft van Wassenaar. Hè? En dat is een lastige. De Jagerslaan is een van de wegen waar dat verkeer dus doorheen gaat en waar je maatregelen zou kunnen treffen. Maar een ideetje is om het autoluw te maken. Om daardoor het verkeer te ontmoedigen, verkeer vanuit Katwijk, maar ook wel de Wassenaarder. Want we willen uiteindelijk ook dat de Wassenaarder gewoon mee op de fiets gaat. En die Jagerslaan, die zou dan meer toegankelijk zijn voor de fiets en dat we de fietsers en de voetgangers meer ruimte geven. Waarom wil je dat iedereen meer op de fiets gaat? Nou, de fietser is wel de zwakke verkeersdeelnemer. En dat betekent eigenlijk dat we de auto heel veel ruimte hebben gegeven en alles maar weg hebben geduwd. Maar fietsen is gezond. Fietsen geeft andere mensen meer de ruimte. En weet je, we zijn een langgerekt dorp, maar zo langgerekt zijn we ook weer niet. Dus laten we gewoon meer dingen op de fiets doen. En dan hebben we ook minder parkeerplaatsen nodig. Wordt het centrum ook aantrekkelijker. Wij zorgen voor extra parkeerplekken. Wij gaan ervoor zorgen dat het veilig fietsen wordt. En ik denk dat wordt het een mooi, veilig, leefbaar Wassenaar. De ontwikkelingen duren lang wat betreft het verkeer. Hoe komt dat en hoe kunnen we het versnellen? Eigenlijk twee dingen. Wij zouden wel wat willen doen aan de Rijksstraatweg. We willen wat doen aan de Katwijkseweg. Maar die wegen zijn niet van ons. Dus we gaan daar niet over. Dus wij moeten daar best wel tijd in stoppen om de eigenaren van die wegen, de provincie of Rijkswaterstaat, met ons mee te laten gaan. En daarnaast, als wij dit dingen willen doen in Wassenaar, moeten we ook rekening houden met de verschillende bewoners en de verschillende doelgroepen. En dus je kan niet met een pennenstreep iets voor elkaar krijgen.